voor Caricom B. Deze slogan was het officiële startsein voor de 10K voor Caricom Day 2019. Deze activiteit is gisteren gehouden aan de Nikeristraat en was onderdeel van de Caricomdag die op 4 juli wordt gevierd. Op die dag in 1973 is de Caricom opgericht. De Caricom jeugdambassadeur Dwight Prade en Georgette Grootvaam hebben in het kader hiervan de 10K voor Caricom Day georganiseerd. Het programma had als doel een gezonde leefstijl in de Caricom-lidlanden te promoten. De uitdaging is dat de Caricom-gemeenschap tot 4 juli minimaal 10 kilometer aflegt. De jeugdambassadeurs hebben met de activiteit gisteren invulling aan deze uitdaging gegeven. De Caricom-ambassadeur van Suriname, Chantal Elsenhout, onderstreepte het belang van sport voor de gezondheid. Polio houden van onder andere sport. Dus helemaal fantastisch dat dit initiatief door Suriname wordt getrokken. Ik wil jullie feliciteren alvast. feliciteren hiermee. Een heel goed initiatief. Ik hoop verder op een goede samenwerking en dat we verder hier invulling aan kunnen gaan geven op meerdere manieren. Het portfolio is verder dan alleen maar sport, maar het is een fantastisch begin. Om dus met jullie samen en de rest van de jeugd van Suriname, de jongeren van Suriname, activiteiten verder te ondernemen. En het portfolio ook invulling te geven vanuit de jongeren zelf. Ik heb verwezen ze net overigens naar de 10K die er in Sint Lucia plaatsvond. Er zijn twee Surinamers die daaraan hebben meegedaan en we zijn in de top 5 geëindigd in de eerste ronde. Dat betekent natuurlijk dat we ook daar onze stempel aan het drukken zijn. Elsenhout sprak de hoop uit dat deze activiteit een stimulans zal zijn voor anderen om ook een gezonde leefstijl op na te houden. De onderdirecteur jeugdzaken van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, Claire Niels, onderstreepte ook het belang van de sport voor Suriname. U hoort ook de Caricom jeugdambassadeur Prade, die aangeeft dat de jeugdambassadeurs in elk Caricom-land het sporten zullen promoten. Suriname is inderdaad weer op de kaart geplaatst. En het leuke daarvan was dat een trainer vanuit Dominica tegen Elcida zei: jullie president geeft hier gewoon toestemming voor, die werkt gewoon hier aan mee. Dat is echt top, jullie hebben een top president. Ik zeg, we hebben gewoon een top land en we hebben een top leiding. Dus het feit dat jullie hier staan en dit initiatief uitvoeren, vind ik ook super top. Wij staan natuurlijk als het ministerie achter de participatie. En wij ondersteunen jullie in het samenwerken met de regionale organisaties. We gaan sporten. Ja, we gaan de Caricom Day vieren door middel van bewegen, door middel van sport. En vandaag staan we hier. We hebben een parcours uitgezet wat aan u straks mee zal doen. En ik wens u heel veel succes toe. Ja, ik zal niet alles zeggen wat mijn collega die moet dat ook wat zeggen. Oké, maar voelt u zich vrij, er zijn sportbegeleiders, ja, er is een EHBO, dus alles hebben we in huis, de politie is aanwezig, dus u bent helemaal veilig. Maakt u zich thuis en veel succes. Jeugdambassadeur Dwight Prade gisteren bij de 10K voor Caricom Day. Deze sportchallenge is gehouden als voorloper op de viering van Caricom Day op 4 juli.